Hey, 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 manifestation junkies, self-love junkies. Today is the day. It's Black Friday and that means Black Friday. Vette self-love mastery deal die vandaag om 10 uur online komt. En dit heb ik al een paar keer herhaald, maar ik ga het nu nog een keer zeggen. Dit gaat de laatste mogelijkheid zijn om nog mee te doen met self-love mastery voor zo'n insane laag bedrag. Dus als je al eens eerder de training hebt willen volgen, maar de keuze nog niet gemaakt hebt tot nu toe, dan is dit het moment om er vol voor te gaan. De prijs van de training gaat namelijk daarna omhoog. Dit is het laatste moment, dus de actie geldt van vrijdag, dus 10 uur, tot en met maandagavond 12 uur, dus 23:59. Dus je hebt een paar dagen om een hele goede beslissing te maken. Kan je dit echt aanraden? Jij moet zelf natuurlijk voelen of het wel voor jou is of niet. Sowieso vind je alle informatie op de pagina. Maar het is zo ongelooflijk mooi om te zien hoeveel aanmeldingen er binnenkomen voor de wachtlijst en hoeveel reacties ik op DM heb binnengekregen. Ook van mensen die zeiden: Kim, het maakt me niet uit wat die kost. Ik wil sowieso meedoen. En ik denk dan altijd: nou, ik weet niet of je dat meent hoor. Maar de energie en de intentie daarachter zit is zo ontzettend mooi. Dit is echt een must-have, een must-follow training. Omdat ik echt vanuit de grond van mijn hart durf te zeggen dat dit transformerend voor je gaat zijn als je het jezelf toestaat om heel diep te gaan. En wat je dan vervolgens gaat merken is dat jij het aangeleerde gedrag, letterlijk hetgene wat je hebt aangeleerd, als jij in staat bent om dat af te leren en terug te komen bij die kern die je eigenlijk echt bent, die bron van onvoorwaardelijke zelfliefde, overvloed en volledig potentieel, wat er dan met je leven gebeurt op alle vlakken, is bizar. En aan de ene kant zeg ik bizar, omdat het zo'n contrast kan zijn ten opzichte van wat het nu is. En aan de andere kant is het het meest natuurlijke wat er is. Want dit is hoe het hoort te zijn. Alleen zijn we in zo'n grote aantallen zo ver verwijderd van onze echte kern. En daarom benoemde ik gisteren ook al hoe zonde ik het vind dat dit niet geteacht wordt op scholen. Ook daar kreeg ik veel reacties op, dus dank je wel daarvoor. Vandaag een podcast die ik in maart heb opgenomen, al eerder. En toen voor de dag voordat ik als eerste self-love mastery, de eerste keer self-love mastery lanceerde. En dat was op dat moment niet met de intentie om die podcast op te nemen voor mensen om te kunnen voelen, voor jou om te kunnen voelen, is deze training voor mij of is het niet voor mij? Maar toen ik hem had opgenomen en vervolgens de dag erna online had gezet in maart, heb ik daar zo ontzettend veel reacties op gekregen dat iedereen voelde: oké, als ik deze podcast luister, dan weet ik gewoon, dit is voor mij. Of ook heel duidelijk, dit is niet voor mij. Maar deze podcast zegt gewoon alles. En daarom wil ik je vragen om, als je geïnteresseerd bent in self-love mastery, dus als je erover nadenkt om mee te doen, om deze podcast echt te laten binnenkomen, om deze podcast echt te luisteren. En vervolgens voel je meteen hell yes of hell no. Want als het een hell no is, is het ook gewoon echt een hell no. En zoals ik al eerder benoemde, doe niet mee op het moment dat je niet volledig bereid bent om die reis met jezelf aan te gaan. Want als je het wel bent, dan gaat dit transformerend zijn. Maar op het moment dat je niet die confrontatie op een diep level met jezelf wil aangaan, meld je dan niet aan. Deze podcast gaat je laten voelen of het voor jou is of niet. Dus sit back and relax. Enjoy the ride. Ga vooral ook je op tijd aanmelden tot en met maandag dus. Het laatste moment om deel te nemen voor zo'n insane laag bedrag. Via Instagram, de link in mijn bio, kun je je aanmelden. Als je op de wachtlijst staat, dan ontvang je om 10 uur van mij vandaag een mail. En ik zal op een later moment ook zorgen dat die vandaag via de link in mijn bio dus dat je kunt aanmelden. En via de website www.kim.com kunt je je aanmelden. 4 dagen, don't miss out. Dit gaat zo fantastisch zijn. Ik heb ook zoveel zin om die reis samen met je te mogen maken. Dit is echt het allermooiste, het allermooiste, meest transformerende, maar allermooiste wat je jezelf kunt gunnen. Alright, ga lekker luisteren, ga hem voelen. En als je hem voelt, dan meld je aan. We gaan dit samen doen, dit gaat fantastisch zijn. En dan zie ik je aan de andere kant. Doei doei! Hallo, hallo lieve mensen. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Kim Munnekom podcast.
De podcast waarin ik heel graag inspiratie en tips met je deel over hoe jij je leven en je business kunt gaan runnen vanuit full alignment. Meer voelen en minder denken, want that is where the magic happens. Hoe werkt die wet van aantrekking nu precies? Hoe creëer jij een succesmindset? En hoe kun jij ervoor gaan zorgen dat jij alles gaat aantrekken wat je zo graag wil met minder hard werken? Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hey, 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 self-love junkies. Welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Munnekom podcast. En dit is take 2. Ik heb gewoon mijn hele ziel en zaligheid in de podcast van vandaag gegooid. En toen stuur ik hem door naar Jordi, die hem altijd online zet. En toen zegt hij, is er iets misgegaan met doorsturen? Want ik hoor maar 2 seconden en dan houdt hij op. En ik dacht, nee, dit meen je niet. Dus ik check het bestand en ja, daar staat gewoon, het was een opname van 17 minuten. Maar hij stopt gewoon letterlijk met afspelen bij 2 seconden. En ik weet niet precies wat er fout is gegaan. Ik heb ergens het idee, ik heb namelijk vandaag tijdens het wandelen, viel die in de modder. Waardoor de speakers best wel geruïneerd waren. Nou ja, ik heb ze nu heel goed schoongemaakt, dus ze zijn niet geruïneerd. Als het goed is, gaat deze opname goed, anders weet ik het ook niet meer. Oh mijn god, dus dat is een beetje wat gebeurd is. Ik was op weg om Julian te halen bij mijn vader en Mimi, zijn vriendin. En ja, ik helemaal enthousiast, de hele weg geluld. En dan stuur je hem door en dan kom je erachter dat het gewoon helemaal fout is gegaan. Ah! En dan is het 8 uur 's avonds, de hele dag bezig geweest voor self-love mastery. En zo meteen moet ik ook nog naar de verloskundige om 8:45. Dat kon niet anders. Dus weet je, het is gewoon helemaal oké. Okay, maar qua timing denk je wel, oh my god, dit had echt beter gekund. Ja, dan kan ik 2 dingen doen. Dan kan ik zeggen, oké, dan komt er morgen geen podcast online. En ik vroeg aan Jordi, goh, vind je het oké als ik hem even opnieuw opneem? Ja, tuurlijk, zegt hij, het is vooral voor jou vervelend. Dus dat vond ik heel erg lief van hem. En zijn vriend die zei van, kom maar, dan breng ik jullie dan even naar bed. Want dat is iets wat ik normaal altijd doe. Dus iedereen helpt mee om deze opname mogelijk te maken. Zo erg is het. Nee, helemaal niet. Het is wat het is. En weet je wat het ook is? Dit is ook voor mij, weet je, het is wat het is. Ja, ik kan er wel van balen. Ik baal er ook van. Want het was echt een hele lekkere podcast. Maar het is wat het is. En ja, ik geloof altijd ook met zoiets. Oké, ja, het zal wel een reden hebben dat dit gebeurt. En het is ook een beetje het risico van altijd elke dag produceren en documenting the journey. Hè? Dat betekent dus dat ik ook heel hele recente afleveringen upload. Als ik bijvoorbeeld een week vooruit zou werken, nou zou ik dit probleem misschien nooit hebben. Maar hè, dus het hoort er ook een beetje bij. Misschien als ik er ik ben harder aan denken. Misschien als er geen lancering was geweest, dat ik ervoor had gekozen om dan te zeggen van oké, dan komt er morgen geen podcast online. Maar mezelf kennende zou ik dat onacceptabel gevonden hebben, want dan had ik veel te veel zin gehad. Zeker ook omdat ik er met zoveel ziel en zaligheid eigenlijk al iets uit had gegooid. Dat ik altijd denk ik heb geprobeerd om om een tweede take op te nemen. Oké, genoeg geluld daarover, maar dan heb je wat context. Dit is dus take 2, dus je zult ook merken, mijn enthousiasme is stukken minder dan normaal. Nee, bullshit. Jongens, het is woensdagochtend als je deze luistert en het is dinsdagavond als ik deze opneem. En de dinsdag voor de lancering van Self Love Mastery. Vanavond om 8:00 gaan de deuren open. En vandaag kreeg ik toch de meest fantastische DM die ik maar kon krijgen. Ik kreeg namelijk een DM van iemand die zei, dat was vanochtend, dus dinsdagochtend. Kim, zullen we doen dat het al avond is in plaats van ochtend? En zullen we doen dat het al morgen is in plaats van vandaag? Ik moest zo lachen, want ze bedoelde daarmee van, kunnen we al starten? En ik zei, oh, dit is echt de meest briljante DM ever. En daarnaast heb ik zoveel, ik heb ze ook gedeeld op, een aantal heb ik gedeeld op Instagram en mijn stories. Mensen die zeggen, maakt me niet uit wat het kost, ik wil hierbij zijn. Ja, kun je je voorstellen wat dit voor mij als creator van deze training
wat dit doet. Dit is toch het meest fantastische wat je kan gebeuren. Als mensen zo zitten te wachten op iets en tegen je zeggen, het maakt me niet uit wat het kost. Ik denk trouwens dat dat niet helemaal gemeend wordt. Dat het vooral gezegd wordt omdat ik zeg, dit keer, de eerste keer ga ik hem lanceren voor een fantastische lage pilotprijs. En misschien klopt het wel, hè. Dus even testen, als ik hem keer 5 doe, of je dan nog steeds zegt, maakt me niet uit wat het kost. Nee, zoals beloofd ga je hem voor een insane lage pilotprijs krijgen. Een fantastische prijs. Ik wil dat dit de training wordt. Ik weet gewoon dat dit de training wordt. Ik denk dat er nu, als ik kijk naar de aantallen die vandaag nog zijn binnengekomen, dat er wel 650 mensen of zo op te wachten zijn. Het is echt insane. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is, ik was net bij mijn vader en toen zei vriendin ook van wauw, het is echt bijzonder om te zien, hè, hoeveel mensen er struggelen op dit gebied. En ze zei, ik ga het gewoon bij mezelf ook. En toen zei ik, en dit was voor mij ook niet natuurlijk. Ik heb hier ook zo'n reis op dit stuk moeten maken. En het heeft me zoveel gebracht. En ja, toen hebben we daar een gesprek over gehad. Toen ging het ook over, want het was een heel mooi gesprek eigenlijk ook met mijn vader. En toen ging het ook over, ik zeg maar, kijk nu hier, Julian. Ik ging Julian ophalen. Ik zeg, hij heeft dit niet. En dit is, ja, zegt hij, dat is echt aangeleerd gedrag en niet aangeboren. Ik zeg, precies, dat is het. En daardoor kun je iets wat is aangeleerd, kun je ook weer afleren. En dat betekent dus dat je terug kunt komen tot die kern. Tot die kern die jij bent. In de kern ben jij. Die essentie die jij bent. En dat is onvoorwaardelijke zelfliefde. Dat is jezelf fantastisch vinden. En ik bedoel dat echt in de meest positieve, fijnste zin van het woord. En daarnaast niet alleen onvoorwaardelijke zelfliefde, maar vervolgens ook unlimited potential. Echt dat oneindige potentieel wat jij bent. En wij als mensen, en dan kijk ik ook meteen naar mezelf, hè, wij benutten zo niet ons volledige potentieel. Het is oké, ik ben helemaal content, hè, dat is het niet. Maar ik geloof er oprecht in dat wij als mensen en het gros van de mensen, maar echt het topje van de ijsberg benutten van een volledige potentieel. En dat je nog zoveel lagen dieper kunt gaan en zoveel, dat er nog zoveel meer mogelijk is als je echt gaat intappen op dat energieveld en op een bepaalde frequentie. Hè? Dat puur dit weer terugkoppelen naar de wet van aantrekking. En dat is meteen ook nooit zelf, hè? Want dit geldt voor mij ook. Ik geloof ook dat er nog veel meer mogelijk is dan wat ik nu aan het doen ben. En dan heb ik het niet enkel over presteren, maar echt over alles, op alle vlakken gewoon. En daarnaast geloof ik oprecht in, dit voelt voor mij als de kern die wij zijn. In de kern, hè, tot als wij ter wereld komen, onvoorwaardelijke zelfliefde, unlimited potential en een bron van overvloed op alle vlakken. Zo zie ik mezelf, zo zie ik een mens, zo zie ik kindjes, zo zie ik iedereen. En terugkomen tot die kern. En voor mij, ik maak dat dan visueel door een diamant voor me te zien. Met allemaal lage aarde eromheen. En die aarde die mag weggeveegd worden. Die mag eraf gepeld worden als het ware. Om weer terug te komen tot die ijzersterke kern. Die enorme bron van onuitputtelijkheid. Van enorme liefde, van goedheid. Van, ja, zoals ik zei, oneindig potentieel. Overvloed op alle vlakken. Dat is in de kern wie wij zijn. En dat maakt ons ook krachtige creators. En dat maakt dat wij ons volledige leven zelf kunnen vormgeven. En daarnaar terugkeren gaat zo transformerend zijn. Dit is echt de allermooiste reis die je zelf maar kunt gunnen. En mijn eigen self-love journey, die is zo mooi geweest. Zo impactful. Die heeft, nou, weerslag gehad op alle gebieden, 3 hele grote. Dat is namelijk het bij mij het afvalstuk, het gewichtstuk. Dat het toen ineens moeiteloos ging. En tot op de dag van vandaag, zoveel jaren verder, dat ik gewoon nooit meer heb gestruggeld met mijn gewicht. Het is echt, echt, echt zo bijzonder. Zelfs nu in een zwangerschap. En vervolgens het stukje relaties heeft het een huge impact gehad. Ik heb mijn hele leven eigenlijk gestruggeld met het aantrekken van een gelijkwaardige partner. En toen ik erachter kwam wat het tussenhaakjes probleem was, en dat was dat ik niet van mezelf hield, onvoorwaardelijk, kon ik dat ook niet aantrekken. Dus die is transformerend geweest. En één hele grote is het stukje impact en geld. Business-wise heb ik zo'n enorme sprong gemaakt. Het is soms wel bizar als ik erop terugkijk wat er de afgelopen jaren, hoe groot die groei is geweest. Niet alleen qua omzet en qua geld. Het gaat niet enkel om het financiële. Terwijl het wel natuurlijk een fantastische bijkomstigheid is. Maar het is vooral ook
wie ik ben gaan zijn als mens en als ondernemer. En zo volledig mezelf ben gaan accepteren. En zo oké zijn met mezelf. En daardoor zo in mijn kracht komen. En helemaal dat stukje fuck de mening van anderen gaan embodyen. Dat is niet enkel een uitspraak, maar dat is echt iets wat ik heel sterk voel. Dat heeft zoveel uitgemaakt voor mij. Zowel mijn privéleven natuurlijk als business-wise. Want daardoor maak ik keuzes die voor mij goed voelen, die bij mij passen. En ik laat me dus niet leiden door wat een ander vindt, wat een ander teacht. Door anderen in mijn branche, noem maar op, door dingen die business coaches teachen. Het is echt volledig mijn pad. En het heeft me zo ontzettend veel gebracht. En ook het volledig mezelf kunnen zijn, zeg maar, op camera en deze podcast. Ik had ook dit niet kunnen doen zo, weet je, dit zo opnemen. Want ik stel me, nou ja, misschien mag het nog wel veel meer, maar weet je, als het niet goed met me gaat of er speelt iets, dan hoor je het ook. Ik heb geen moeite met me kwetsbaar op te stellen of alle gevoelens te uiten ook. Maar vooral ook, ik heb geen problemen meer met mezelf. En ik heb mijn hele leven hele grote problemen gehad met mezelf. Ik vond niks goed aan mezelf. En door daar, nou ja, letterlijk doorheen te breken, maar het is vooral door die bullshit eraf te halen en terug te komen tot die kern, is het zo bevrijdend. Dat is het juiste woord. Het is zo bevrijdend hoe je dan gaat voelen en hoe je gaat zijn. En dat maakt dat je impact kan maken, dat je grootste dingen kan doen. Kun je je voorstellen wat er gebeurt als jij je nooit meer druk maakt om wat een ander vindt of voelt, zowel privé als op werkgebied / businessgebied? Kun je je voorstellen wat er dan met je gebeurt? Hoe bepaalde dingen zouden skyrocketen, maar vooral hoe jij je zou voelen, hoe je dagelijks zou verschijnen, wie je zou zijn en vervolgens wat je zou doen. Deze is zo ontzettend huge. Ik heb vandaag ook de video opgenomen voor de sales page van Self Love Mastery. Ja, de pagina met alle informatie erop. En daarin heb ik ook, en ik weet dat sommigen van jullie dit vaker van mij gehoord hebben, maar ik wilde hem toch delen. Daarin heb ik ook een stuk van mijn eigen reis hierin gedeeld. Omdat dit zoveel heeft gedaan. En ik wil ook dat je weet waar ik vandaan kom en waarom ik zo geloof in dit stuk en waarom ik dit ga teachen nu. Het is dit jaar, dat was ook een mooie bewustwording. Het is 10 jaar geleden dit jaar dat ik zelf helemaal vastliep. Dat was in 2012. En de zomerperiode is het geweest. Want ik weet nog dat het warm was toen ik naar de therapeut toe ging, als ik het goed heb. Wat er namelijk speelde is, ik liep vast op meerdere vlakken, maar hetgene wat mij zo dwars zat, was het businessstuk. Ik was een jaar ondernemer en het ging best wel goed. Hè? Ik bereikte mijn doelen en ik maakte sprongen. En weet je, de dingen die ik wilde, die lukten. Maar het voelde gewoon niet vervullend. Ik was de hele tijd, dacht ik, dat ik happy zou zijn. Dat ik blij zou zijn, dat ik me vervuld zou voelen als ik weer een bepaalde stap zou zetten. Maar het was nooit het geval. Of in ieder geval super kortdurend. En dan was het weer, oké, what's next? En het volgende. En er is helemaal niks mis met steeds meer willen. Hè? Dat is absoluut totaal niet zo. Want het is zelfs iets wat Abraham Hicks teach, waarom we hier op aarde zijn. Joyful expansion, hè? Vreugdevolle groei. Groei, continu meer willen. Het is ook je natuurlijke geboorterecht. Dus dit is iets goeds. Alleen niet als het continu is vanuit het is niet goed genoeg. Dat was die energie, die klopte niet. En daar worstel ik heel erg mee. Want ik hoopte steeds dat het me een bepaald gevoel van geluk en succes zou opleveren. En dat gebeurde niet. En daar liep ik echt heel erg op vast. En ook dat anderen gingen zeggen van nou ga vooral zo door. Want je gaat een burn-out tegemoet. Nou, dat vond ik alleen maar bullshit. Uiteindelijk 5 jaar later wel pas. Maar toen was het wel zover. Dus ik ging naar die coach toe. Dat was een hypnotherapeut. Via daar terechtgekomen. In Roermond was dat. En ik geloof dat dit in de tweede sessie was. Dat zij tegen mij zei, weet je wat jouw probleem is? Of weet je wat jij doet? Ik weet niet hoe ze het formuleerde. Want ik wil ook niet hier iets negatiefs van maken. Maar weet je wat jouw probleem is? Jij koppelt je eigen waarde aan jouw zelfliefde. En wat je presteert en hoe je eruit ziet. En toen ze dat uitsprak, die woorden die kwamen zo enorm bij mij binnen. Toen dacht ik, fuck, dit is echt precies wat ik doe.
dit is inderdaad mijn probleem. Hier loop ik tegenaan. En toen viel ook voor het eerst het woord of de woorden onvoorwaardelijke zelfliefde. Ik kende het niet. Ja, het was een hoofdconcept, zeg maar. Ik had geen idee hoe dit voelde. Ik had het in mijn hele leven nog nooit ervaren. Ik had geen idee hoe ik er moest komen. En dat was, want die bewustwording, ik geloof zozeer in bewustwording van, hè, dat je snapt wat er speelt, dat je ziet wat er aan de hand is, dat je bewust wordt van, ik noem het nu even het probleem, maar dan wil ik het niet te negatief maken. De uitdaging, laten we het daarop houden. Het mag ook gewoon het probleem heten, dat maakt ook verder niet uit. En dat maakte niet dat het probleem was opgelost, want ik had geen idee hoe ik dit moest oplossen, maar het feit dat ik wist wat er met me aan de hand was, dat ik wist waar dit gevoel vandaan kwam en dat ik ook wist, hé, er is een oplossing voor. En dat is dus 10 jaar geleden en toen al kon ik toch blij worden van het feit dat ik wist, maar er is iets aan te doen, weet je, ik kan hier overheen komen, ik kan dit masteren, dit kan anders worden. Ook al wist ik niet hoe. Nou ja, allemaal terugkijkend, weet je, het is allemaal wet van aantrekking op die manier ook positief toepassen. Nou, en toen, ik ben nog een tijdje ook wel, ben ik die coaching blijven volgen. En niet alles is me nog maar precies, is me nog precies helder. Maar ik weet wel dat vanaf dat moment, dat was echt het startpunt voor mij om echt te gaan deep diven in het ontwikkelen van onvoorwaardelijke zelfliefde. Wat het was, ik ging er alles over lezen. Ik ging toepassen wat ik leerde. Ik ben begonnen als met wet van aantrekking ook boeken verslinden. En ik ben toen begonnen, als je me nu vraagt, Kim, wat was dat allemaal? Dat kan ik niet terughalen. Dat zo lang geleden weet ik niet meer. Ik weet alleen dat ik heel veel ben gaan consumeren en alles wat ik leerde in de praktijk ben gaan brengen. En ik merkte dat ik stappen zette. Ik merkte dat ik groeide. Ik merkte iedere keer als ik het weer deed en iets koppelde aan mijn uiterlijk. Of aan mijn uiterlijk was bij mij vooral dat ik maar dun genoeg was. Super frustrerend, maar nou ja, goed. Met het verleden van die worsteling op het gebied van gewicht. En ik ging dus leren in de praktijk dingen toepassen. En ik dook daar gewoon helemaal in. En alles wat ik leerde ging ik uitproberen. En ik merkte dat ik stappen zette. Ik merkte groei. En dat was zo fijn. Het was ook zo confronterend. Hè? Ja, dit is gewoon wat de situatie is. En uiteindelijk dan moet je ook de keuze maken. Oké, weet je, dit is wat het is. En nu gaan we kijken vooruit. We gaan voor wat mogelijk is. Daar gaan we naartoe. En toen ben ik alles gaan toepassen, zoals ik al zei, wat ik leerde. En ik merkte dat ik stappen zette, dat ik ook steeds meer durfde. Bij mij uitte zich dat in communicatief sterker worden. Nee durven zeggen, mijn grenzen aangeven. Oké zijn met dat iemand me dan niet meer leuk vond. Ik was altijd heel bang om niet leuk gevonden te worden. Ik kom af van het zijn van een enorme people pleaser. Een enorme control freak. Alles wel willen controleren. Alles zelf in de hand willen houden. Ik kom af van het zijn van enorm onzeker. Oh man, als ik nu nog steeds zo was als toen, had ik nooit een eigen bedrijf gehad. Had ik nooit, oh man, dan was ik nooit mijn eigen bedrijf gestart. Was ik nooit online gestart. Was ik nooit zichtbaar geworden. Nee, zet mij maar in een hoekje neer. Praat niet tegen me en ik ben het liefst onzichtbaar. Ja, en als je mij nu dit hoort zeggen, denk je misschien als je me een beetje kent, what the fuck jij? Ja, je kunt het je echt niet voorstellen hoe groot die transformatie is geweest. Maar heel eerlijk, is het niet iets wat ik ben geworden. Ik ben teruggekomen tot de kern. Want ik zie bijvoorbeeld, ik zie mezelf terug ook in Julian heel erg. En ergens is dat gewoon mooi om te zien. Want zo was ik ook als kind. Maar door dingen die zijn gebeurd, is er gewoon heel veel bullshit omheen gekomen. Dus ik verwoord het op een bepaalde manier, omdat het voor mij op die manier kan ik het visueel maken. Je snapt denk ik wel wat ik bedoel en maak er vooral je eigen woorden van. Maar dat is was aangeleerd gedrag. En nou ja, ik ging vervolgens coaching. Ik volgde coaching. Ik ging video's, training. Ik weet niet meer wat ik allemaal. Ik ging zoveel doen, maar ik ging vooral ook experimenteren. Ik ging uit mijn comfortzone. Ik ging nieuwe dingen proberen. Ik ging testen, weet je. Ik ging nee zeggen, want eerder was het altijd dat ik smoesjes verzon. En toen ging ik een keer eerlijk zijn. En doodeng, maar oh, zo bevrijdend op het moment dat het dan fijn uitpakte. Ik was zo opgelukt. Het wordt bevrijdend. Dat is echt het woord wat heel tijd in me opkomt. Het is zo bevrijdend om 100% jezelf te zijn en van jezelf te houden onvoorwaardelijk. Het is zo bevrijdend. Het is
Het is echt het meest fantastische gevoel wat er is. Want daardoor gaat alles voor je werken. Het is gewoon de basis. Dat is echt mijn waarheid. De basis voor al het succes op alle vlakken. En ik ben nu heel lang aan het lullen al. Want introductie gaat eigenlijk ook over waarom zelfliefde de sleutel is het succesvol manifesteren. De titel van vandaag, het onderwerp van vandaag. Want de reden waarom ik Self Love Mastery ben gaan creëren, waarom ik dit nu doe, hè, waarom ik dit wil teachen, is omdat ik merkte dat doordat mensen degene die vastliep, hè, op het stukje ultiem de wet van aantrekking voor zich laten werken. En dan heb ik het over vooral degene die door Law of Attraction Mastery heen gaan en voelen, oh, ik kan zoveel toepassen, maar ik loop nog vast op een stuk. Ik kom daar maar niet doorheen. En ik ben toen ook tijdens de live Q&A's elke week heel veel mensen gaan coachen. En heb ik nu echt over honderden situaties. En iedere keer weer, en dat kwam vanuit verschillende hoeken, zeg maar, met verschillende hulpvragen. En iedere keer weer kwamen we uit op het stukje gebrek onvoorwaardelijke zelfliefde, gebrek aan onvoorwaardelijke zelfliefde. En er kwam een punt dat ik dat zo vaak zei en dat het zo vaak aan de orde kwam dat mensen uit mijn community gingen zeggen: Kim, kun je daar geen training van maken? Wil je ons dit niet leren? Wil je hier niks mee doen, alsjeblieft? Ik denk dat dit al bijna 2 jaar speelt. In ieder geval een dik jaar. Ik denk het al bijna 2 jaar. En ik voelde gewoon, ja, ik moet hier iets mee. Want dit is zo zonde. Dit is the missing link. Dit is the missing piece. En hier moet gewoon een hele training aan gewijd worden. Want dit is niet zomaar te fixen, weet je. Het is niet van, oh, we doen even een lesje en je bent er. Nee, zo werkt het niet. Dit is diep. Dit is echt diep. Als je hier echt fucking, sorry voor het hangen, maar als je echt mee aan de slag gaat, dan ga je diep. En dan ga je die confrontatie aan. En dit wordt soms moeilijk. En het moet oké zijn dat het moeilijk is. Maar dit wordt echt een reis. Als je het hebt over een reis, dit is een reis en dit wordt een reis. Maar dat merkte ik dus. Iedere keer kwam het terug op onvoorwaardelijke zelfliefde. Dat daar winst. En nu nog steeds tijdens de coaching sessies. Ik zie dat dit zo vaak terugkomt. En het uitzicht. Want dan kun je ook linken, zeg maar, de titel van deze podcast. Het uitzicht op zoveel vlakken. Op het moment dat je voelt dat je de wet van aantrekking nog niet 100% mastert. Dat er een stukje mist. Dat je ergens continu op vastloopt. Dat is een indicator dat het onvoorwaardelijke zelfliefde de missing link is. Waar het zich ook heel erg in uit is enorme controledrang. Enorme controlfreak zijn. Enorm please gedrag, people pleaser zijn. Jezelf moeilijk op één kunnen zetten. Jezelf vaak schuldig voelen. Wat nog meer? Twijfelen, onzeker zijn. Moeilijke keuzes kunnen maken. Weinig zelfvertrouwen voelen. Niet 100% jezelf durven zijn. Enorm bezig zijn met de mening van anderen. Oeh, deze is ook huge. Het uitzicht op zoveel vlakken. Niet jouw mooiste leven leven. Het uitzicht op zoveel vlakken dat het financieel niet stroomt. Ook een enorme indicator dat, hè, als jij, dat heeft niet eens met ondernemerschap te maken, maar gewoon in de breedste zin van het woord, als het financieel niet stroomt, is een enorme indicator dat het stukje onvoorwaardelijke zelfliefde nog op een veel dieper level gemasterd mag worden. En iedere keer weer kwam het daarop terug. Want op het moment, hè, en dit uitzicht op veel verschillende manieren, maar wat ik vaak merk, is dat het stukje, als je het hebt over de wet van aantrekking, ultiem masteren, ultiem toepassen en dan dus ultiem voelen, is dat de meeste mensen vastlopen op het stukje echt op een diep level loslaten. Loslaten. En die onthechting. En wanneer kun je ultiem onthechten als jij op een diep level vertrouwt? En dan vertrouwen op jezelf, vertrouwen in de situatie, vertrouwen in het grotere geheel, op het grotere geheel. En wanneer heb je moeite met vertrouwen? Als er een gebrek is aan onvoorwaardelijke zelfliefde. Dit is allemaal aan elkaar gelinkt en kan allemaal terugherleid worden. De wet van aantrekking gaat nog zoveel, als je nu al merkt, hè, dat je dingen manifesteert. De wet van aantrekking gaat nog zoveel sterker en zoveel dieper en zoveel sneller voor jou werken als je dit stukje onvoorwaardelijke zelfliefde mastert. Dit is naar mijn mening echt de basis voor het succes op alle vlakken. Als jij namelijk onvoorwaardelijk van jezelf houdt, ben jij extreem goed in loslaten en enorm diep vertrouwen.
Als die lagen er niet meer op zitten, heb jij geen reden meer om te twijfelen of om zeker te zijn, onzeker te zijn, om te controleren, om bang te zijn dat je niet leuk gevonden wordt. Dat is dan weg. Oké, dus Kim, als ik jouw training ga volgen, ben ik over 8 weken helemaal vrij van alles. Die garantie ga ik niet geven. Waarom niet? Omdat ik er niet in geloof dat dit iets is door, waar je even doorheen gaat. Hè? En dat je met je vingers knipt en een paar opdrachtjes doet. Dat is het trouwens niet, want het is, ik ben nu klaar met module 1 ontzettend uitgebreid. Dus het zijn ook niet een paar opdrachtjes. Het is behoorlijk. Maar vergis je niet, ik wil blijven benadrukken hoezeer dit een reis is. En op het moment dat jij nu voelt dat je die reis niet aan wil gaan, dan wil ik je ook nu al meteen aanraden om je niet aan te melden. Want dan gaat dit dus niet voor jou zijn nu. En dat is ook oké, hè? Maar dit is echt, ik wil ook echt met die mensen gaan werken die die reis willen gaan maken. Die het echt met zichzelf aan willen gaan. Die geloven dat het anders kan en die voelen dat dat stukje onvoorwaardelijke zelfliefde the missing piece is. Dat je weet donders goed wanneer je daar nog werk te doen hebt. En als jij dat herkent, dan zeg ik alsjeblieft ga all in. Gun jezelf dit, want dit is de mooiste reis die je maar kunt maken. Laat mij je gids zijn, we gaan dit samen doen. Het gaat fantastisch zijn. Maar ga ook realistisch zijn. And if you're willing to do the work, dan zeg ik niet, je doet er 10 jaar over, hè? Zoals ik net benoemde. Bijvoorbeeld, het is 10 jaar geleden. En dat is trouwens niet zo. En uiteindelijk was mijn realisatie van, damn, dit is volgens mij hoe je hoe onvoorwaardelijke zelfliefde voelt toen ik alleen op reis ben gegaan naar Bali. Toen ik daar zo oké was. En zo mezelf. En niemand nodig had en me zo sterk voelde. Toen wist ik, damn, ik heb het gemasterd volgens mij. Dit is volgens mij wat men bedoelt met onvoorwaardelijke zelfliefde. En het was het meest fantastische gevoel. Het is het meest fantastische gevoel ever. Maar toen ik dat voor het eerst echt ultiem ervaarde, dat ik me er ook bewust van was. Oh man. De tranen rolden over mijn wangen. Dat kun je niet. Het is wel heel mooi trouwens. Ik denk nu aan dat moment. Ik weet ook nog waar ik zat. Ik was op Nusa Lembongan, waar ik lang heb verbleven. En ik ging elke avond de zonsondergang kijken op een gele schommel. En daar had ik die realisatie van dit is het gewoon. Dit is het gewoon. Ik ben niet raar. Het is niet erg dat ik niemand mis. Ik ben niet raar. Het is niet zo dat mijn relaties niet kloppen. Nee, dit is gewoon Kim die voor het eerst in haar leven voelt hoe het voelt om onvoorwaardelijk van zichzelf te houden. En ik heb het niet nodig om me goed te voelen. Ik heb geen ander nodig om me goed te voelen. Ik heb geen omstandigheid nodig. Ik heb geen contact nodig. Ik heb geen make-up nodig. Ik heb helemaal niks nodig. En dat was zo bijzonder. Dat was zo bijzonder. En nogmaals, daarmee wil ik ook niet zeggen, oké, dus het gaat 5 jaar duren van 2012, wat ik zei, dat eerste coachmoment, tot 2017. Nee, dat is ook niet wat ik zeg. Hier is geen tijd aan gekoppeld. En het heeft ook vooral te maken voor me, vanuit welk punt start je. Ik startte echt helemaal op nul. Ik had 0,0 zelfliefde. Dus dat is echt een hele reis geweest. Maar daardoor weet ik ook dat zelfs als je op 0,0 start, dat dit mogelijk is. Ik bedoel, hallo. En het hoeft ook niet zo te zijn dat je dan alleen naar Bali moet en dat je dat moet voelen. Weet je, dat is het ook niet. Het uitzicht voor iedereen op andere vlakken. Iedereen heeft andere verlangens. Alleen toen was het voor mij gewoon de kers op de taart en die realisatie en dat gevoel. Dat was het mooiste ever gewoon. En vanuit daar, toen is het ook zo gaan stromen. Ook business-wise en financieel. Ja, wat ik net zei, mijn partner kwam op mijn pad dat jaar. Er is zoveel gebeurd. Het is zo transformerend geweest dit. En daarom, er is staat geen tijd voor. Ik kan je geen tijd geven. Nee, het is niet zo dat je na 8 weken... Het kan, hè. Maar dat zou wel heel bijzonder zijn. Maar het is gewoon echt een reis. En dit is ook zo'n training, ik krijg dat heel vaak terug, maar dit is echt zo'n training die je meerdere keren gaat doen. En dit gaat heel goed voor je zijn, want je gaat iedere keer weer op een dieper level kunnen komen. Iedere keer groei je weer enorm, iedere keer merk je van wow, ik heb zoveel weer gemasterd en nu is het tijd voor die volgende laag. En als je bereid bent om dat met jezelf aan te gaan, hè, ik wil het ook gewoon eerlijk zeggen hoe het is, hoe ik geloof dat het is. En het is voor iedereen anders. En daarin ook je eigen startpunt zien. Je eigen startpunt oké vinden. Je bent precies goed zoals je nu bent. Je bent precies goed
Hè, waar je nu bent. Het is het perfecte startpunt. Er is geen goede fout. En ik weet dat ik ook heel veel vragen ga krijgen van... Goh, is dit dan voor mij? En die vraag mag je stellen. En ik ga met liefde met je sparren. Want dat is het ook allemaal niet. Alleen als je ergens ook maar voelt... dat dit voor jou heel veel zou kunnen betekenen... dan is dat het enige wat je nodig hebt. Dat gevoel is het enige wat je nodig hebt. En de bereidheid om er vol voor te gaan... door het oncomfortabele heen te gaan. En jezelf te vertrouwen... en mij te vertrouwen dat dit de meest transformerende reis gaat zijn die je tot nu toe hebt gemaakt. Eigenlijk moet ik hem nu eindigen, want ik denk dat dit gewoon alles zegt. Zelfliefde is de sleutel tot succes als je het hebt over succesvol manifesteren. Dit is de missing link. Dat ultieme vertrouwen en die ultieme onthechting. En dus die ultieme onthechting, dat is vaak waar mensen denken dat ze op vastlopen. Dat is het ook, maar daar ligt weer onder. Niet ultiem vertrouwen. En niet ultiem vertrouwen is weer gelinkt aan onvoorwaardelijk. Niet die onvoorwaardelijke zelfliefde op zo'n diep level voelen dat je volledig los kan laten. Gun jezelf deze reis. Ik ben ook bereid om het aan te gaan. Ik ga je helpen. We gaan dit samen doen. Je gaat het als je wil ook met een community doen. En dat is echt super fijn, want dan voelt het als een warm bad van mensen die je begrijpen. Waar je mee je dingen kan delen, waarmee je successen kan vieren. Als je er helemaal niks mee hebt, is dat ook oké. Het is absoluut geen must. Maar het kan echt een enorme boost zijn, een enorme versterking zijn. Wat ik hoop dat je hieruit meeneemt, is dat je voelt dat dit voor jou de missing link is. Maar daarnaast ook, en dat hoop ik nog meer, dat je voelt... dat hoe jij je nu voelt en wat er nu speelt... en vooral de dingen die je niet dienen... dat niet is wie je daadwerkelijk echt bent. Maar dat jij weet... in de kern ben ik onvoorwaardelijke zelfliefde... oneindig potentieel en een bron van overvloed op alle vlakken. Ik hoop vooral dat je die heel erg kunt voelen. Dat als waarheid. Niet meteen, ik voel dat, hè, ik ben getransformeerd tot dat. Maar wel, ik geloof er oprecht in... dat dit zo is. En dat is hoe ik ter wereld ben gekomen. Dat is hoe elk mens ter wereld komt. En dat het enkel onze taak is, mijn taak is nu, om daarna terug te keren. En daarvoor zal ik lagen van mezelf af moeten pillen. Zal ik af moeten pellen en zal ik bereid moeten zijn om door het oncomfortabele heen te gaan. Mezelf aan te kijken, confrontatie aan te gaan. Bullshit overtuigingen loslaten. Dit wordt een reis. Damn, Kim, die woorden, ik kan ze niet meer horen. Dit wordt een reis. I know, maar het wordt een reis. En het wordt, nogmaals, dat ga ik voor de laatste keer zeggen nu... de meest fantastische reis die je ooit hebt gemaakt. Voel dat dit is wie je in de kern echt bent. Dat hoop ik echt, dat je dat kan voelen... na het luisteren van deze podcast. Als je die voelt en je hebt zin om daarna terug te keren... dan laat mij je gids zijn. Zorg dat je er vanavond bij bent... Ik heb 2 hele toffe, dat heb ik nog niet eens benoemd volgens mij. Ja. En volgens mij heb ik überhaupt, ik krijg nu een primeur. Ja. Als je erbij bent, dan is het nu tijdens de eerste lancering, zoals ik al zei, ga ik het 1 keer aanbieden voor echt een bizar lage pilotprijs. Omdat ik gewoon echt wil dat iedereen mee kan doen en dat prijs niet de reden is om het niet te doen. Dat is 1. 2 is, er komt een aparte, hele vette drinkfles met de tekst All I Wanna Be Is Already In Me. En die resoneerde... enorm met me. Ik kreeg een trui thuisgestuurd van Kek en Kido voor Julian. En ik was de hele tijd nog aan het brainstormen over wat de tekst moest zijn op de fles voor Self-Love Mastery. En alle zinnen waren het net niet. En toen kwam die trui binnen en ik zag die zin en ik dacht, dit moet hem zijn. Dus die wordt speciaal gemaakt. Ik heb helaas nog geen fysiek exemplaar in mijn handen gehad, maar die wordt dus speciaal gemaakt. Die krijg je er gratis bij. Die krijg je gratis thuisgestuurd als je voor vrijdagavond 12 uur... instapt, hell yes zegt, deze reis aangaat. En ik heb nog een hele toffe bonus en die ga ik nog ontwikkelen. Die gaat gekoppeld zijn aan de verschillende modules. Dit gaat ook heel tof zijn, dus passend bij de verschillende modules. Dus die komt er nog aan, maar er gaat een apart... Ik heb namelijk een abundance visualisatiepakket. Er gaat ook een apart self-love visualisatiepakket komen... En als je kiest voor betaling in 1 keer, en dit moet gewoon, ja, dat mag ik niet voor je bepalen, maar dit moet gewoon te doen zijn nu, tijdens deze lancering, dan, ik wil dat vooral ook stimuleren. Dan krijg je namelijk gratis nog dat
hele pakket, dat visualisatiepakket, wat ik dus nog ga creëren, krijg je erbij. En ik merk van andere trainingen dat de deelnemers die visualisaties echt fantastisch vinden. En dat ze vaak daar de dag mee beginnen of de avond mee eindigen en voor het slapen gaan. Om echt helemaal nog dieper in dat gevoel te komen. Dus daar, nou ja, daar ga ik ook met al mijn liefde in stoppen. Dus die komen er nog aan. En op het moment dat je kiest voor betaling in termijnen, krijg je nog de mogelijkheid om die visualisaties voor 50% korting aan te schaffen. Dus ja, al met al een fantastische deal. Het gaat gewoon mooier dan dit gaat het gewoon niet worden. Jij voelt of het een hell yes is of een hell no. Weet dat je me altijd een bericht mag sturen op Instagram. En dan sparen we eventjes. Je mag me ook een mailtje sturen als je het fijner vindt. info@kimmunnekom.nl. Ik probeer zoveel mogelijk te beantwoorden. En ook zo snel mogelijk. Maar als je hem enigszins voelt, ga dan samen met mij die reis aan. Want die wordt echt fantastisch. Ik heb er zoveel zin in. Je hebt echt geen idee hoeveel zin ik heb om deze reis te gaan maken. En dan zeg ik dit vooral omdat ik weet wat voor impact dit gaat maken. En ik heb zo'n zin om samen met jou die groei te zien en die impact te zien. En vooral de successen die ervaren gaan worden. Oh, ik ga voor niets meer aan dan van succes van de mensen die ik mag coachen, die ik mag begeleiden. Ik zie dat ik gewoon 34 minuten aan het lullen ben. Ik ga nu mijn mond houden, want het gaat nergens meer over. Ik moet ook zo naar de verloskundige toe. Dus ik ga nu mijn mond houden. Ik hoop je vanavond te zien. Ik spreek je sowieso morgen weer. En thank you for listening. Doei doei! Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories, of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En nog één dingetje. Voor alle gratis content die ik aanbied, zou je alsjeblieft één dingetje terug willen doen. En dat is, ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll even naar beneden en laat een korte review achter. Hoeveel er meer reviews namelijk, hoeveel beter de podcast gevonden wordt in iTunes. En hoeveel er meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Super, super dankjewel alvast. En tot de volgende keer.